Goedemorgen deze vrijdag. Bart is heel lief, want ik kon niet wakker worden. Oh my god, we hebben echt heel erg haast. Het is 1 over 8, over 10 minuten moeten we op school zijn. Voor de sportdag, yay. Oh god, nou ik ga even heel snel opschieten. Ze hebben matching outfits aan. We hebben wel onze matching broek aan. Jola, doe je schoenen aan. Hup, snel, opschieten. Oeh, kijk, lekker broodje kaas voor Jeltje met een melkje. Ja. Wauw. Een echte sporter. De wonderen zijn de wereld al niet uit. Bart helpt in de ochtend. Oh. Woe! Tot daar mogen jullie. Jullie mogen daar niet voorbij. Go! En dit moet in van Holland. Ja, 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 ja. Dank je. Oh, vet gezond. Woe! Go, joh. Mag jij? Ho, ho, ho! Mag jij naar die vrienden? Oh. Hey Jola! Hey! Nou, de koningspelen zit erop. Het was echt behoorlijk koud. Gelukkig is mijn lieve Bart naar me toe gekomen met mijn jas. Want ik had geen jas bij me. Nou, ik had echt mega koud. Wat is dat rot zeg. Het ziet er gewoon lekker uit buiten. Maar als je dan met zoiets gewoon stil moet staan. Die wind. Het is echt mijn handen waren gewoon een soort van bevroren. Zo. Hallo hé. Zo, we zijn bijna bij de voethallen. Oh, ik moet er weer verder rijden. We zijn bijna bij de voethallen. En dan gaan we naar mijn nichtje uit Brazilië, Soraya. Nou, we zijn in een parkeergarage, dus dat is ook mooi dat je dat daaronder hebt. Weet u het ook meteen. En we gaan nu naar binnen. Heb je zin in, joh? Ja. Is zij er al dan? Ja, ze is er al. We moeten er alleen even zoeken, want ik weet niet waar ze is. De Voethallen is een van de nieuwste hotspots van Amsterdam als het om eten gaat. Het is een hal met allerlei kraampjes, een stuk of 20. Waar je echt het allerbeste eten kunt krijgen wat er is. Het is echt super lekker, vaak nog gezond ook. En super gezellig, want je schuift zo bij elkaar aan. Oh ja, dit is mijn nichtje en haar vriend uit Brazilië. Wat wil je nog meer? Loei lekker man. Yay. Meneer de magie. Hoe je dat moet eten? Ja, dat is een hele goede vraag. Moet ik misschien toch maar even bestek gaan halen? Anders is het ook zonde als alles valt. Doe dat maar. Zo, we zijn weer thuis. Eén nadeeltje van de voethallen. Gelukkig had ik mijn haar niet gewassen, want... ik stink echt heel erg naar eten, volgens mij. Ruik jij het? Nee, jij bent er ook in geweest. De telefoonknop ruimt naar sushi. Dat is even iets minder, maar het was echt superleuk. Echt een aanradertje, de voethallen. Hartstikke leuk. Vooral vanaf een uurtje of 6 werd het gewoon super druk, super gezellig. Overal zitten mensen gewoon lekker door elkaar, bij elkaar aan tafel. Je kunt alles vinden qua eten wat je maar lekker vindt. Het is zelfs een beetje moeilijk om je in te houden om niet overal van alles te kopen. Want het is echt heerlijk. I like it. We gaan er zeker nog een keertje terug. Want Bart moet er ook een keertje nog naartoe. Toch joh? Ja, Bart moet nog een keertje mee. Nou, bedankt voor het kijken voor vandaag. Ik ga vandaag lekker vroeg naar bed, want morgen moet ik naar een event van Fearless van fitgirls.nl. En dat wordt een extra video voor deze week, dus die staat waarschijnlijk al online tegen de tijd dat jullie deze vlog zien. Maar goed, ik moet dus weer vroeg op en sporten morgen, dus ik ga lekker uitrusten nu. Bedankt voor het kijken. Abonneer je zeker even op mijn YouTube kanaal, het is gratis. En tot morgen! Of volgende week, maandag tot en met vrijdag. Elke door de weekse dag een vlog om 7 uur 's ochtends. Ciao!